Hallo allemaal, we zijn aangekomen in Pisa en we gaan zo meteen een kijkje nemen bij de toren van Pisa. Ik heb er heel erg veel zin in. Hij staat echt heel schuin. Hij valt bijna om. Kijk, de SC van dichtbij. Hij staat echt super scheef, dus ik ga even foto maken. My daughter has award-winning brownies. Handen recht, helemaal recht. Rechts. Helemaal de lucht. Beetje naar achteren. We hebben net even wat foto's genomen bij de toren van Pisa. En nu gaan we gewoon even een rondje lopen in de stad. Deze is echt leuk, dit is een scooter. Een Italiaans scootertje. Auto. Echt leuk. We lopen nu in een markt, maar ze hebben gewoon allemaal dezelfde souvenirs. We kunnen ze eens verzinnen. Ik denk dat ik een lekkere bruschetta neem. Mozzarella. Lekker veel. Alleen dat ik een stukje appietje krijg. Hier zit de klodder. Ik doe op de deur en op de voorgaan rood. What's going on? We hebben even een rondje gelopen en lekker wat gegeten. Maar buiten de toren valt er eigenlijk niet heel veel te zien. Maar je ziet wel alle toeristen hier voor de toren staan. Geef eens die duikbril. Hij ligt ergens. Een grote. Zit een spin. Onder. Zo. Het is echt een heel mooi plein met een kasteel. Het is echt heel erg leuk hier. We nemen dit zakje met snoepjes mee voor het Italiaans snoepje. Helemaal, het is vandaag onze laatste dag in Italië. En kijk eens wie naast mij zit. Dat is Luna, dat is de hond van de baas van het terrein. En zij heeft 3 poten zoals je kunt zien. Zij heeft een ongeluk gehad toen ze 6 maanden was. En daar is ze door een auto aangereden. Dus is haar pootje eraf. Maar ze rent nog echt super snel, echt super knap. Ze is echt super lief. Ik ga haar echt nog missen. Dus we gaan morgen vroeg weg. Ja, ik heb wel weer zin om naar huis te gaan. Lekker in mijn eigen bedje. Dus ja, dit waren mijn vlogs van de vakantie. Ik hoop dat jullie ze leuk vonden. Ik vond het in ieder geval super leuk om te vloggen. Ja. En bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Hallo Luna. Doei. Yeah.